Annemarie. Dan duizenden mensen worden elk jaar slachtoffer van een woninginbraak en de impact daarvan is groot. Om mensen alerter te maken op de beveiliging van hun woning worden vanaf deze week de Nationale Inbraakpreventieweken georganiseerd. Met een speciale ambassadeur, namelijk misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Ja. Peter, waarom vond je het zo belangrijk om hier ambassadeur van te zijn? Omdat ik als misdaadverslaggever natuurlijk ontzettend vaak te maken heb gekregen met mensen die slachtoffer zijn geworden van inbraken en inbrekers. En ik van dichtbij heb gezien hoezeer ze dat aangegrepen heeft. En ik heb ook gemerkt dat dat jarenlang vaak bij mensen blijft hangen. En dat blijkt ook uit onderzoek wat daarnaar is gedaan. Het veiligheidsgevoel van mensen komt ontzettend onder druk te staan. En dat leidt er bijvoorbeeld toe dat ze aan slapeloosheid lijden. Van ieder geluidje wakker worden, zich niet meer goed kunnen concentreren, et cetera. Het heeft grote gevolgen. Ja, gigantisch. Bij sommige gevallen wel levenslang, heb ik gelezen. Ja, dat blijf je de rest van je leven bij. En dat is eigenlijk zonde, want je kan heel veel doen om het te voorkomen. En mensen staan daar vaak niet bij stil. Als ze een huis kopen of bouwen of huren, dan kijken ze daar in eerste instantie niet naar. Is het vaak letterlijk een sluitpost. Terwijl als je daar iets meer aan zou doen, dan voorkom je misschien een inbraak en heel veel ellende. Mensen die een cijfer moeten geven voor een veiligheidsgevoel, geven een 8.1 als er niet is ingebroken. En op het moment dat er is ingebroken, zakt dat naar 5.9. Dat is nogal wat. Meneer Verhoeven, wat voor veiligheidscijfer geeft u uw eigen huis en u zelf? Nou, bij ons is gelukkig nog nooit ingebroken, dus ik heb ook wel een redelijk hoog cijfer als het gaat om eigen veiligheidsgevoel. We hebben ook wel goede sloten en goede knippen. Maar ik denk dat het ook voor mij goed is om nog eens een keer door mijn huis te lopen, te kijken wat ik nog meer kan doen. Want er zijn ook een aantal dingen die ik nog niet heb. Dus volgens mij is het heel goed dat er 5 weken lang aandacht aan besteed wordt. Want heel veel mensen zijn zich niet bewust van toch de grote kans die er is dat je zomaar ineens te maken krijgt met een inbraak. Ja, want die kans is groot. 71.000 inbraken per jaar. En een inbreker is sneller binnen dan u denkt. Achter het slot hebben ze een koevoet gezet en de deur opengebroken. En helaas hadden we toen nog niet een fatsoenlijk 3-punt slot wat er nu in zit. Dus het was vrij eenvoudig voor ze om binnen te komen, bleek achteraf. Ja, helaas kan dat nog bij een heleboel woningen, dat je op een vrij simpele manier naar binnen kan. Hier zijn verschillende methoden mogelijk. Ik zie dat de sleutel aan de binnenkant zit. Met een gaatje boren kan ik met een stuk ijzerdraad die sleutel omlepelen en is de deur open. Een andere mogelijkheid is dit plaatje afbreken en dat is vrij simpel. Met een sleutel breek ik de cilinder af en met een bouwsleutel open ik het slot. De jongens die daar bedreven zijn, die doen dit in 20, 25 seconden. Zo snel? Ja, dat is echt heel snel. Wat is de impact van zo'n inbraak? Het gevoel dat ze binnen zo makkelijk binnen kunnen komen, dat je eigen veilige haven niet meer veilig is, dat is heel naar. Dat is denk ik erger dan de spullen nog, het gevoel van onveiligheid. Nu komt de zomer eraan, mensen gaan weekendjes weg op vakantie. Hoe voorkom je dan dat er bij je wordt ingebroken? Nou, zorg allereerst ervoor dat je hang- en sluitwerk natuurlijk op orde is en dat ze niet zomaar makkelijk binnen kunnen komen. Een tip is ook bijvoorbeeld om een bewegingsdetectie buiten op te hangen, waarop binnen in een ruimte de verlichting aangaat op het moment dat er iemand zich hier achter de woning bevindt. En de ervaring leert dat inbrekers ze denken van, hey, er is iemand thuis, dan gaan ze dus weer weg. En dan heb je ook je doel bereikt. Kijk, dat kan allemaal helpen. Maar ik denk, Peter, dat veel mensen thuis ook denken, ja, maar dat is natuurlijk allemaal heel duur. Ja, maar het is nog veel duurder als er wordt ingebroken. En de emotionele schade die je daarbij oploopt is niet in geld uit te drukken. En eigenlijk is het zo dat als je een rondgang door je woning maakt en je brengt een aantal verbeteringen aan, dat het eigenlijk best wel meevalt wat dat kost. Je krijgt daar heel veel veiligheid voor terug. En mensen onderschatten het vaak. Die denken van ja, maar ik heb de deur toch dicht en ik doe 's avonds een lampje aan. Maar voor die mensen zou ik toch willen aanraden op onze website te kijken, inbraakmislukt.nl. Want dan zie je van dit soort schrikbarende voorbeelden van hoe makkelijk en hoe snel men je woning binnenkomt. Ja. En dan ben je toch een gewaarschuwd mens. En deze campagne begint niet toevallig nu. Het is natuurlijk vlak voor de zomer. Mensen gaan weer weg. Ja. Meneer Verhoeven, als u op vakantie gaat, doet u dan iets extra's? Of? Ja, we maken met de buren afspraak dat we niet zo'n enorme stapel kranten laten ontstaan, waardoor iedereen ziet dat we een paar weken weg zijn. Dus we regelen het altijd met de buren samen. Bij ons ook geen sleutels onder de matten of in bloempotten, zodat toch iemand heel makkelijk naar binnen kan. En we hebben een lamp die op een gegeven moment aangaat. Dus we hebben wel rekening gehouden met de vakantietijd.
Maar ook hiervoor geldt steeds actief blijven nadenken over wat je allemaal kan doen. Want je hebt ook wel eens de neiging van, we moeten nu opschieten, we moeten weg. En dan kom je terug en dan denk je, ai. Zijn dat soort dingen voldoende, de kranten, Dat zijn natuurlijk hele praktische, kleine tips die absoluut kunnen helpen. Een inbreker die kiest altijd de weg van de minste weerstand. Die wil daar naar binnen waar die snel kan toeslaan. En hoe langer je dat kan voorkomen, des te beter het is. Maar denk er ook wel bij na. Ik zie heel vaak, als ik een wandelingetje 's avonds door mijn eigen buurt maak, dan zie ik woningen die vrijwel donker zijn en dan brandt er in de hoek een schemerlampje. Ja, en dan denk ik slim, van, die zijn dus niet thuis, weet je wel. Maar die hebben dat met de bedoeling gedaan van, een lampje aanlaten. Dat is te opzichtig. Dat is te opzichtig. Kijk, je moet het dan wel goed doen. Dan moet je ook echt zorgen dat je huis er bewoond uitziet. En is misschien niet heel energiebewust, maar dan moet je dus echt een aantal lampen aandoen. En misschien soms zelfs ook wel de tv. Ja, dat het net lijkt alsof je gewoon thuis bent. En nu blijkt uit onderzoek ook dat veel mensen die slachtoffer geweest zijn thuis een mes in huis halen of een pistool of een honkbalknuppel naast het bed. Is dat allemaal handig volgens jou? Nou, dat is misschien wel begrijpelijk, maar om te beginnen voorkomt het geen inbraak. Hè? Want als je een pistool onder je kussen hebt liggen, dan staan ze al aan je bed. Ja. En je kan beter zorgen dat ze niet bij je bed komen door je hang- en sluitwerk en je verlichting et cetera in orde te brengen. En zo'n confrontatie met een inbreker brengt natuurlijk enorme risico's voor jezelf met zich mee. Dus ik begrijp dat mensen dat doen, maar steek die energie en dat geld liever in goed hang- en sluitwerk en andere beveiligingsmaatregelen. Ja, we hebben in het verleden natuurlijk wel zaken gehad waarbij de inbreker dan uiteindelijk neergeschoten werd of gewond raakte. En laten we even kijken wat Fred Teven, toenmalige staatssecretaris, daarover zei. Als je ergens inbreekt of je gaat op overvalpad, dan zijn er wel risico's aan de verbonden. En dat moet wel helder zijn. Dan moeten we als overheid in eerste instantie wel aan de kant van de goedwillende burger staan en niet aan de kant van de boef. Zo simpel is het. Ja, voel je voor dit argument? Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Je hoeft natuurlijk niet met je armen over elkaar te staan als er een inbreker in je huis is. Dat zou ook tegen mijn gevoel ingaan. Maar het is ook heel riskant om zo iemand te lijf te gaan of de confrontatie aan te gaan. Ik raad mensen toch aan van je leven is altijd meer waard dan de laptop of een televisietoestel of misschien een portemonnee. Ja. En jaag iemand weg, doe licht aan, maak geluid, ga schreeuwen of wat dan ook. Dat helpt vaak niet. Soms moet je jezelf, we hebben bij de juwelier bijvoorbeeld gezien, dan moet je jezelf gewoon verdedigen. Meneer Verhoeven, toen Fred Teven dit zei, in 2012 was dat, toen was D66 behoorlijk verontwaardigd. Ja, omdat ik ben het eens met Peter R. de Vries die zegt, hou ze buiten en als ze binnen staan, maak lawaai en ga niet de confrontatie aan. En ik vond dat de opmerking van de staatssecretaris destijds te veel de richting opging van ga misschien toch maar de confrontatie aan. Terwijl dat wel begrijpelijk is, maar gewoon niet verstandig omdat je jezelf daarmee een groot risico bezorgt. En je kunt beter inderdaad zorgen, hou ze buiten. Duidelijk. En in het huisgeval, laat dan maar een laptop gestolen worden, maar niet je leven kwijt. Dank jullie allebei voor de komst naar de studio deze vroege ochtend. Kom nog eens terug. En dit was vandaag de dag van WNL op woensdag 29.